Yo mensen van PlayFNL, mijn naam is Mick en welkom bij een splinternieuwe video. Vandaag gaan we weer een Team of the Year pack opening doen. En deze keer met maar liefst 60.000 FIFA punten. Over 2 minuten is het een lightning round. Dat hoop ik tenminste. Dan is het 10 uur. En dan komen er wat nieuwe special packs. En ik hoop dat over 2 minuten goede packs eraan komen. Dus we gaan even wachten. En dan gaan we 60.000 FIFA points erin pompen. Doe natuurlijk je blauwe duimpje omhoog. En morgen zal er weer een nieuwe video zijn. Dus wees geabonneerd. Ja, ze zijn het. Het zijn 125k pakketten. Yes, let's go. Oké, 125k pakketten. Het eerste pakket hebben we niks. Het zijn er 30.000. Oh. Oh mijn god, oké, wacht, wat zit hierin, Tuur gewoon alles naar de club toe, 285 reden, super nice begin. Oké, door, kom op, 125k pakketje, let's go. Pack. En in vorm, nee, wel weer grote flair, wie is het? Het is shit, het is een CVM van Portugal. Als ik nu niks pack, ik heb nog 55.000 FIFA points over. We sturen gewoon alles naar de club en we discarden gewoon wat we dubbel hebben. Please. Weer geen walkout, in vorm dan? Ook niet, oh mijn fucking god, wat packen we? Links, midden, Brazilië, het is Costa. Op zich best wel een goede speler, maar niet wat ik wil die Team of the Year. We pakken helemaal niks. Oh mijn fucking god. We pakken kost op zich best wel goed. Maar het is 125k pakketje. En het is onze 125k pakketje. Dus we verwachten wel wat beter. Oké, volgende. Kom op. Please. Walkout. Yes, walkout. Please. Als dit blauw is, dan gekke vlieg. Geen blauwe. Wel in vorm. Oh mijn god. Ja. Ja, dit is Fabregas, het moet wel. Let's go! Woe! Fabregas, 87 reden. Lekker hoor, walkout in vormpje. Hoppakee, let's go. Gewoon daadwerkelijk een inform walkout hebben we net gepakt. Holy shit, kom op nog een keer. Walkout, yes, walkout. Tweede walkout. Please. Team of the year. Nee, dat niet. Wel een hele grote flair. Oké, wie wordt het? Brazilië. Nee. Oh mijn god. Ja! Is het Engels daar? Ja! Oh mijn god! Oh mijn god! Oh, we moeten verder. De 25k pack schop. We hebben nog meer. Oh mijn god, we hebben gewoon fucking Neymar in vorm. Oh, inform walkout en Neymar. Dit is mijn beste pack opening tot nu toe. Oh mijn god. Nu krijgen we een kleine persie. Boeit me allemaal niet meer. Ik heb gewoon fucking Neymar. Ik sta gewoon te trillen. Weer een walkout! Nee. Het is toch niet zo'n dag. Oké, er is een kleine flair. Wie zal het zijn? Wie is het? Het is... Oh, niks! Let's go! Oh mijn god. Mijn hart gaat tekeer. Holy shit. Ik vind het bijna even geweldig als een Team of the Year. Als we nu nog een Team of the Year krijgen, dan zou alles ontploffen. Oh mijn fucking god. Wat krijgen we nu weer? We krijgen gewoon weer Götze en Gamero. Holy shit, ik ben al zo gelukkig. We hebben gewoon 2 keer een walkout. We hebben Neymar. We hebben fucking Ramos. We hebben inform walkout. Ik ben al gewoon klaar. We hebben nog geen Team of the Year, maar die kunnen we nog gewoon packen. En de kans is daadwerkelijk nog best wel groot. Aangezien we nog 25.000 FIFA points over hebben. En we gaan ook gewoon verder. Let's go, jongens. Oké, we kunnen gewoon al onze... Ja, het is weer een walkout. Als dit weer een goede speler is, ik word helemaal gek. Wie is het? Super grote play. Het is nog een keer Fabregas. Holy shit, gasten. Dit is niet normaal. Hey, ik wil niet claimen, maar dit is een van de beste pack openings. Ik weet dat sommige andere Team of the Year hebben gepakt. Maar holy shit, gasten. Holy shit. Ik heb hem nu dubbel. Ik ga hem natuurlijk niet discarden. Die gaat lekker naar de transferlijst. Dit is echt niet normaal. Dit is mijn beste pack opening in FIFA history. Dit is echt niet normaal. Holy shit. Wat ben ik blij. Holy shit, wat is dit? Oh mijn god, mijn hart gaat zo hard tekeer, jongens. Oh mijn god, als we nu nog een Team of the Year packen, dan kan ik gewoon claimen dat dit gewoon een van de beste pack openingen is, gewoon op YouTube. Dit is echt niet normaal meer, ik zweer het jullie. En de packs zijn nog lang niet op, er zijn er nog 16.000 over en we hebben nog superveel FIFA points. We krijgen een inform, het is Trippier of zoiets, ik kan zijn naam niet uitspreken. Alsnog best wel een decent inform. Alleen hij wel 2 keer Fabregas gekregen, dus dat gaat het nooit overtreffen. En gewoon motherfucking Neymar. Ik heb Neymar gepakt. What the fuck, gast? Ik kan het gewoon niet geloven. Daadwerkelijk. Vorige pack opening wacht ik zo genaaid. En ondertussen dat ik gewoon aan het praten ben ik gewoon letterlijk 125k packs aan het openen. Omdat ik ben al gewoon blij. Het boeit me ook niet meer dat ik nu coke krijg. Ik kan niet meer boos worden. Ik heb 2 keer een walkout in vorm. Ik heb Neymar.
Ik heb Ramos. Oké, volgende. Het is geen wallcode. Is het een Nivorm nog? Het is best wel een grote flare. Wie is het? CV. Het is motherfucking Company. Holy shit. Het is Company. Oké, we kunnen nog volgens mij 3 van deze packs openen. Maakt me echt niet meer uit wat we packen. Ik ga gewoon rustig openen, want er zijn nog genoeg packs over. Maar maakt me gewoon echt niet meer uit. Oké, Patricio. Voor het eerst dat ik echt zo blij ben. En dat ik zo blij ben dat ik packs heb geopend. CV, Duitsland. We krijgen Schalke 04. En dat is niet zo'n goede speler. Maar ja, we kunnen nog 1 pakketje openen. En dan is het letterlijk de beste pack opening van mijn kanaal erop. Extra veel likes op deze video. 2 keer een walkout in vorm. Neymar, Ramos. En wie? Ik ben al gewoon vergeten. Volgens mij hebben we nog iemand gepakt. Het is zoveel insane. Neymar en 2 keer in vorm Fabregas. Het is niet normaal. Dit is letterlijk een van mijn beste pack openingen. Ik aim voor die team of the year. Maar als je dan iemand als Neymar packt en 2 keer in vorm Fabregas, wat een walkout in vorm is. Ja, dan ben ik ook gewoon klaar ermee, hoor. Dit is mijn laatste 125k pakketje. Het is geen walkout. Het is best wel een grote flare. De laatste speler die we hier gaan krijgen is motherfucking PK. Dat wordt binnenkort een team of the year. Die gaan we denk ik ook wel packen. Nou, dat weet ik nog niet zo zeker. Dit is de beste pack opening op mijn kanaal tot nu toe. En hopelijk komt er deze week nog een betere pack opening online. Dat ik een team of the year of zo pack. Het wordt in ieder geval echt super vette video's op mijn kanaal deze week. En ja, als je nu geen blauw duimpje omhoog doet, dan weet ik het ook niet meer. Dit is mijn beste pack opening tot nu toe. Ik zeg, zoals altijd, abonneer, like, volg me op Instagram. Nick.